De politie heeft woensdagmorgen een 20-jarige man uit Nistelrode aangehouden. Hij meldde zich op verzoek van de recherche op het politiebureau in Uden. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het ongeval in Erp, waarbij op 1 oktober een postbode om het leven kwam. Een 31-jarige man uit Venlo botste toen vermoedelijk met opzet tegen de auto van de postbode om zo het verzekeringsgeld op te kunnen strijken. Hij werd al direct na het ongeval aangehouden, omdat uit getuigenverklaringen bleek dat hij de aanrijding vermoedelijk met opzet had veroorzaakt. De nu gearresteerde man zou hem mogelijk een teken hebben gegeven, zodat de Limburger wist wanneer hij met zijn Audi de kruising op moest rijden. Beide daders zitten nu vast voor verhoor van verder onderzoek.